Jij, meisje. Jij, schat. Wat, had jij ook wat te zeggen, Kronlof? Oh ja? Oh, nou, jullie horen het. Hé, hey, dag meneertje Kronlof. Wat een grote kop. Ja, dat komt omdat het vrouwtje heeft ingezoomd. Oh, oh jee. Oh jee. Kronlof. En mevrouw. Een hele goede morgen, lieve vrienden. Ja, ik heb al in een korte tijd alweer heel, heel wat gedaan. A. De container buiten gezet. B. De keuken was verzameld. Naar boven gebracht. In de wasmachine gedaan en die aangezet. Buiten hingen er nog een paar doekjes. Die ik heb in een paar van op de hand geworpen, want ik wist niet dat de doekjes op waren. Dus een paar op de hand geworpen, want die zijn zo meteen weer nodig. En de container weer binnengehaald. Ja, want er waren andere op de wagen die ik totaal niet kon. En ik ben gewend, de container wordt altijd teruggebracht. Maar nee, echt niet. Dus heb ik hem weer van de hoek afgehaald. Dus dan ben ik wel toe aan mijn bakkie koffie. Of niet dan? Ja, maar oké. Het is vandaag wel, even zien. Woensdag 16 oktober en we leven om 10:33. En ja, we moeten nog wel even eten. En dat gaan we nu eventjes zo meteen doen, hè? Eeuwin, of niet dan? Ja. Ja, hè? Eeuwin? Jij, meisje? Jij, schat? Wat, had jij ook wat te zeggen, Kronlof? Oh ja? Oh, nou, jullie horen het. Ze hebben allebei wat te zeggen. Ja, dit is nou met mijn oude mobiel. Dus ja, dat lukt allemaal aardig. Op de standaard, et cetera. Dus ja, komt allemaal goed. Ja hoor. En ik wens jullie natuurlijk ook een hele mooie, fijne, liefdevolle dag. Het is prachtig mooi weer. Het is een blauwe hemel. Zonnetje schijnt. Nou, wat wil je nog meer? Hier geniet ik weer van. Ja. Ik weet niet of jullie genieten, maar ik wel. Maar, nou, dat zit nergens naar, volgens mij, maar het doet er niet toe. Ja, het is schoon in ieder geval, dus. Hé, hey, ja nou. Och, koppie, hè, ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet. En ik ga lekker een bakkie koffie doen. Ja, ja. Ja, hé, ja. Ik zou zeggen, tot later. Doei, doei. Dan moet ik weer zien hoe ik hem uit moet doen ook alweer. Daar. Gaan we daar naartoe. En toen waren ze buiten weer in de gemeentetuintjes bezig. Ze zijn ook tegen mijn huis, die gemeentetuin die naast me zit, zijn ze ook bezig. Ik hoor hem iedere keer tegen mijn muren bonken. Ja, gaat lekker. Hé, hey, dag meneertje Kronlof. Wat een grote kop. Ja, dat komt omdat het vrouwtje heeft ingezoomd. Oh, oh jee. Oh jee. Kronlof. En mevrouw. Ja! Het is een beetje moeilijk, hè? Het is weer even wennen met de telefoon. Filmen. Ja, ja. Nou. We zullen zien wie het eerste hier ook komt. Want ik zit op Jack te wachten en ik zit te wachten op Rebecca. Dus ja. Het is afwachten, hè? Wie het eerste komt, hè? Kronlof. Wie komt er het eerst? Hé? Koekenbakker. Hallo. Hallo. Kronlofie. Ja. Ja? Ja, het is dus even wachten. Maar dat is altijd wel weer leuk, hè? Als je een paar lui aan het werk ziet. Die meer staan te niksen dan wat anders. Hallo. Het is altijd even leuk.
Het is altijd even leuk. Ja, en Rebecca die is gearriveerd, dus we gaan aan de koffie. Ja, lieve vrienden, ik zat dus al te wachten en te wachten en te wachten en te wachten. Jullie weten, op Jack van Zerelo. Normaal komt hij altijd om rond 11:30. En nu? Hij moet nog komen, ik heb hem geappt. Kom je nog? Ja, rond 1:30 pas, 2:00. Nou, zit je lekker te wachten. Kom je afspraken na, ja toch? Nou ja, oké, het was vanochtend druk, zei hij. Ja, maar hola, hij moet een afspraken nakomen, anders eventjes appen van sorry, het kan nou niet, het komt niet uit. Kom vanmiddag wel. En anders maar niet. .nl. Ja. Rebecca heeft wel alles keurig netjes gedaan, dus daar ben ik weer helemaal super blij mee. En mijn hondje die legt daar lekker te slapen. Maar ja, ik zit nou met mijn oude mobiel te werken, dus ja, ik kan nou niet zo snel draaien, et cetera. En dan zie ik zelf weer niks. Nee, maar oké, maakt allemaal niet uit hoor. Nu, ik heb hem nou even in mijn handen. Want hij lag aan de oplader en dan kan hij niet op dat ding blijven staan. Nee. Maar oké, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie dag en doe het met een lach, doe ik ook. Ik zou zeggen, tot later. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, Jack van Zerelo is net de deur uit. Dus hij heeft even de zak kattengrit naar boven gebracht. Want die stonden hier nog. Rebecca die was het vergeten. Nou, dat kan ook gebeuren. Je bent mensen vergeten nou eenmaal. Niks aan het doen, maar ze zijn nou opgeruimd. Heeft hij voor me gedaan. En ja, en voor de rest, niks hè. Ja, praten, waarover? Over het mooie weer, over het lelijke weer. Want ja, het is aan het veranderen, de buitenwereld. Ja, de blauwe lucht is weg die we vanochtend hadden. De zon die is weg, die je zoekt. Moeten we met z'n allen zoeken, ja! Dus ja, er is niks aan te doen. Dat, maar ja, oké, maakt allemaal niet uit. Nee hoor, komt wel goed. Ja, ik moet helemaal aan mezelf wennen via deze scherm. Dat is heel anders dan met een camera, hè? Weet je dat wel? Ja, echt wel. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Ik ga zo meteen aan het werk. Ik ga eerst van mijn bakje koffie genieten. Want hij moet niks. Hij wil nooit wat. Nee, zelfs geen water. Nee, wil hij ook niet. Maar oké, maakt niet uit. Blijft het allemaal voor mij. Ja toch? Maar ik heb wel koffie. Simpel. En hij is dus weer naar het steunpunt toe. Nou ja, laat hem maar lekker gaan. Ik heb hem niet nodig hoor. Nee, echt niet. Vraag me af, wat moet ik er eigenlijk nog mee? Doe toch allemaal alleen en help het toch niet. Nee. Kom dan. Maar ja, oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, tot later. Doei, doei.